Bijzonder goedenavond vanuit de Arena Fontenova hier in Salvador de Bahia. De vlag van FIFA wordt het veld opgedragen. Geen Bert Nederlof, geen Leo Driessen, geen Ron de Rijk, geen Bas Tichler. Ronald van der Geer, ik heb er ontzettend veel zin in. Laten we hopen dat het het begin is van een geweldig WK en een heel mooi tijdperk samen. We kijken naar het veld, ja, we zien de... Ik heb er overigens ook zin in en ik hoop dat Oranje er zin in heeft. Maar dat stralen de jongens al dagen uit en ik moest net... Ik keek in die catacombe in het gezicht van bijvoorbeeld een Stefan de Vrij. Die toch altijd zijn hele leven, nou dat is nog niet zo heel lang, maar gedroomd heeft om dit mee te maken. Dat strakke koppie, de gespannenheid, het feit dat een bladzijde in een jongensboek wordt omgeslagen. En misschien vanavond er wel een nieuwe pagina aan wordt toegevoegd. Geweldig. Maar laten we eens kijken hoe Nederland het ervan afbrengt. Dit is de aftrap voor het WK 2014 in Brazilië. Met de aftrap voor Spanje, dat ook meteen uiteraard in balbezit is. Daar gaat Sneijder en daar is Casillas. Daar was in één keer Wesley Sneijder als een duveltje uit een doodje gevonden door Robben. Wat een kans voor het Nederlands elftal. Dan de bal van Xavi richting Costa. Nou, Costa de ruimte, kapt daar de vrij uit. Hij geeft de penalty. Hij geeft de penalty. Costa gaat naar de grond en Oranje krijgt een penalty tegen. Oog in oog, Xavi Alonso met Jasper Cillessen. We spelen 26,5 minuut. Een penalty met een luchtje. Na de glijpartij met De Vrij en Diego Costa. Nu Xabi Alonso met zijn aanloop. Cillessen. En die gaat erin. Barten, 1-0 voor. Met een, ja, ik zeg toch, gekregen penalty. Die Blind. Het is Robben die de bal misschien vraagt. Het is geen buitenspel bij Van Persie. Van Persie. En die komt erin. Ja! Pat, 1-1, bang, in de face. Nu via Sneijder en aan de linkerkant Blind. Blind naar Robben, Neem aan, Ryan en schieten. En schieten, kappen, schieten. Ja! 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 Arjen Robben zet het Nederlands elftal op een 2-1 voorsprong. Wat een geweldige actie van Robben. De mensen die het verschil moeten maken, maken vandaag het verschil. In de eerste helft van Persie. En nu dus... Oranje staat voor tegen de wereldkampioen. Is het mooi, zeg. Niet te geloven. Onvoorstelbaar. Arjen Robben. Kus naar de camera. Yes. Van Persie en Robben scoren. De wereldkampioen op achterstand. Del Bosque. Er valt niks meer te lachen. Oftewel, Wesley Sneijder gaat die vrije trap nemen. Vanaf de linkerkant richting Casillas. Casillas gaat niet bij. Stemiel was in de eerste helft, staat nu bij de tweede paal. Het schiet die bal binnen. Stefan de Vrij. Hij met dat strakke koppie voor die wedstrijd. Hij maakt die goal. Wat is dit leuk. Stefan de Vrij, die 3-1. We gaan het wat een avond maken met meetje. Maar zeg jij nou, dit is leuk? Dit is te gek. Dit is waanzinnig. Ja. Dit is liefde in de ogen. Dit is waanzinnig. Balbezit nu voor Robben. Robben wint ook weer een koppie wel. Dan moet Sergio Ramos de bal even terugspelen. Doet dat richting Casillas. Casillas opgejaagd door Van Persie. Die raakt de bal kwijt. Dan gaat het 4-1. Ja, dit is 4-1. Het is 4-1. Ik begrijp waarom je niet meer wat keep bij Casillas. Maar dan hebben we dit. Je kan er geen handje dankje meer van. Je maakt er 2 van. Het is 4-1. Het is 4-1 voor Oranje. Onvoorstelbaar. Kijk naar die bank van die Spanjaarden. Een bankjaar, ongelooflijk. Daar zit meer op dan op een normale IJslandse bank. Kijk eens naar die gezichten. Van Persie, 4-1 tegen de wereldkampioen. Het is onvoorstelbaar. Sneijder met een goede bal richting Robben. Nu wordt het hardlopen voor volwassenen. Met Robben. Robben loopt Sergio Ramos eruit. Terwijl Casillas moet komen, maar die komt niet. Draait Robben, wordt het 5-1. Wordt het 5-1. Is het zo een dag? Ja! Het is zo een dag! Het is zo een dag! Het is zo een dag! Niet te geloven! Een veilige mens die aan alle kanten worden weggezet. Sergio Ramos wordt eruit gelopen. Dan komt ook die man in het geel met de rugnummer op zijn achterkant eruit. Die kan er ook niks kunnen doen. En Robert, dat is... Ik heb het niet. Het is een 280ste interlanding voor Nederland.
richting. Hebben we dat nog nooit meegemaakt?